Hallo allemaal, welkom bij een presentatie in het Nederlands over het spelletje Rotscha en Papier. Ik gebruik daarbij een presentatie van Sam Duzet uit Utah en ik heb het gevraagd en het mocht. Dat het ene het andere trumpt. Dus rock trumpt bijvoorbeeld scissors en paper trumpt weer rock. Het gaat allemaal veel te snel. Nou ja, je kunt het wel zien. Aan de linkerkant zie je dat rots de schaar verslaat. En dat kun je zien doordat er twee pijlen zijn die elke keer de andere, het andere teken trumpen. Hier zien we dat de schaar het, de zogenaamde hagedis verslaat. En hij kan nog een andere verslaan, namelijk het papier. Die kan hij knippen. Nou duurt het weer te lang. Ja. Spock is een ingewikkeld gebaar. Spock is een Star Trek figuur. Het alternatief daarvoor is dus deze hand. Moet je wel even goed onderscheid maken tussen papier en Spock. Dit is de schaar. En we zien hier weer dat de rotswind, want die verplettert namelijk de schaar. Dat wordt straks in het Nederlands even duidelijk gemaakt. En die kun je zelf ook gebruiken. Nou, schaar knipt papier, het papier bedekt de steen, steen verplettert de hagedis vergiftigt Spock, Spock breekt de schaar, schaar onthooft een hagedis. En nog vier te gaan. Het papier weerlegt Spock, Spock verdampt de steen, steen breekt schaar. En dit alles is gemaakt in 2019. Bedankt voor uw aandacht.